Dames en heren, ik open de vergadering. Welkom allemaal. Afwezig met kennisgeving de raadsleden Koetsier van het CDA en Schuurman van gemeentebelangen. En Kouwen is ook afwezig. En voor de rest zijn we compleet. Welkom iedereen op de publieke tribune. Ik ga naartoe. Spreekrecht burgers, er is geen gebod. Ik naar de vaststelling van de agenda. Als het goed is, krijg ik een motie vreemd aan de orde. Klopt dat? Meneer Rooijakkers. Ik stel voor om dat, en dan moet ik even naar de griffier kijken of ik dat goed doe, maar ik stel voor om de agenda punt 6 avond te maken. Dus zeg maar voordat we met besluitenlijsten en dergelijke aan de gang gaan. Dat is het eerste. Verder vermoed ik dat de mensen op de tribune, dat is zomaar een idee wat ik heb, dat die daar met name zitten vanwege het onderwerp beleidsregels parkeren grote voertuigen. En ik stel voor om dat onderwerp gewoon naar voren te halen. En dat we dan daarna de stemming gaan doen met betrekking tot de kandidaat van het bestuur van openbaar onderwijs Zwolle. Is dat akkoord wat u betreft? Nou, dan hebben we de agenda gewijzigd. En is hiermee vastgesteld. De agenda punt 3. Vragenronde. Meneer Rooijakkers heeft een schriftelijke vraag ingediend. Dat gaat over vliegveld Lelystad. Die zullen we conform het reglement rondsturen. En die agenderen we inclusief reactie van het college voor de volgende raadsvergadering. Beschouw dat even als een mededeling. Meneer Rooijakkers. Nou, je probeert geluid uit te Ik had ook gevraagd om het summier te doen, maar ik vind het heel summier. Worden die vragen ook aan de collega-raadsleden nu rondgestuurd? Ja, die gaan we verspreiden. En het gaat niet zozeer over het vliegveld Lelystad als zodanig, maar over de consequenties daarvan voor de aanvliegroutes die deels over Dallassen zullen gaan verlopen voor zover onze informatie strekt. En daar hebben we een aantal vragen over gesteld aan het college, met het verzoek om dat schriftelijk te beantwoorden, omdat het nogal technische vragen zijn en dat zou nogal te ver gaan om dat in een dag door de ambtenaren en werk te laten voorbereiden vandaag. Ja. U zegt er wat uitgebreider, maar ik heb het gevoel dat we hetzelfde zeiden, toch? Dan wilde ik graag, want ik meldde hem hier even omdat het om een schriftelijke vraag ging. En de vragenronde gaat altijd om mondelinge vragen. En dan wilde ik graag daar naartoe. En de heer Wildvank van de Partij van de Arbeid heeft, nu gaat de heer Lochtenberg proberen om het geluid uit te zetten naast me. Ik blijf volkomen kalm. En, Wildvank, Partij van de Arbeid, u heeft een mondelinge vraag die u nu gaat voorlezen. Ja. Dank u wel. Het is een vraag in zaken de tunnel om de N348 bij Dalmsholte. Aanleiding van de vraag is de provinciale weg N348 die wordt aangepakt. En de weg krijgt tussen de Lemelenveldseweg en de Achterveldseweg twee tunnels. Bij de Oude Twentseweg en bij de Dalmsholtedijk Noord. Althans, zo staat het op de site van de provincie. En in de krant lazen we dat vanuit de plaatselijke belangen Dalmsholte, Veelsteren en Gieten is aangegeven dat ze graag zouden zien dat de tunnel bij de Dalmsholtedijk Noord verbreed wordt. De provincie Overijssel wil dit besluit overwegen op voorwaarde dat de gemeente om 110.000 euro wil bijdragen aan de realisatie. En de andere helft zou dan vanuit het bestaande budget voor aanpassingen aan de N348 gefinancierd moeten worden. Daarvoor moeten dan wel de gemeenten Raalte en Dalfsen instemmen met het plan. De verbreding van de tunnel kan leiden tot vertraging van de aanleg van de beoogde tunnel bij de Oude Twentseweg, al dus de krant. Wij snappen de vraag van de verschillende plaatselijke belangen, maar daar zijn bij ons, wat ons betreft, twee kanttekeningen bij te plaatsen. 1. De mogelijk verkeersaantrekkende werking die kan uitgaan van een bredere tunnel op de beoogde plek bij Dalmsholte. Dalmsen-Nijverdal via de Rechterse Dijk en de Lemelenberg is niet bedoeld als doorgaande route en is ook niet berekend op een toename van het verkeersaanbod. Daar heb je nou eenmaal N-wegen voor. De mogelijke vertraging, of erger nog, het geheel schrappen van de tunnel bij de Oude Twentseweg, dat is volgens de Partij van de Arbeid zeer onwenselijk, zo niet onacceptabel. En dan is de vraag, hoe kijkt het college aan tegen de twee kanttekeningen die we hebben geplaatst? En bent u bereid die in te brengen in het gesprek hierover? En 2, bent u bereid de instemming van de gemeente Dalfsen afhankelijk te maken van de vraag of de tunnel bij de Oude Twentseweg tijdig en zoals voorgenomen wordt gerealiseerd? Meneer Wildvank, dank u wel. Ik pak even de procedure terug voor iedereen. Eerst het raadslid die de vraag stelt, dat is net gebeurd. Dan beantwoordt de portefeuillehouder, die zit op dit moment in Suriname. Daarna krijgen we aanvullende vragen van het raadslid. U mag ook aanvullende vragen stellen, dan komt weer die portefeuillehouder, maar die zit dan nog steeds in Suriname. Wat ik wil zeggen hiermee is dat ik mijn uiterste best doe om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, meneer Wildvank, maar ik ben niet de portefeuillehouder. Maar ik ga wel proberen. Ik spreek ook namens het college en in die zin is het afgestemd en uw vraag
Die herkennen wij, laat ik het zo zeggen. En nu kom ik met het volgende antwoord. Op 19 februari 2014 alweer hebben Provinciale Staten voor de N348 plannen en hoofdlijnen vastgesteld en budget beschikbaar gesteld. Dus dat is één, dat is van belang. En in dat plan en hoofdlijnen staan de maatregelen, ook beschreven in de hoofdlijn, waaronder de maatregel tunnel Dalmsholteweg. En bij deze maatregel is onder andere de plek en de maatvoering, waaronder de breedte van de tunnel aangegeven, en dit dient als uitgangspunt voor de verdere uitwerking. De maatvoering, zoals daar aangegeven, dient voor ons als uitgangspunt voor de verdere uitwerking. De keuzes die gemaakt zijn, zijn in de plan en hoofdlijn onderbouwd en als college kunnen we daar ook achter staan. Bij een aantal maatregelen moet het bestemmingsplan aangepast worden en dit wordt per gemeente gedaan. En zo heeft de gemeente Dalfsen het bestemmingsplan voor de noordelijke aansluiting bij Lemelenveld vastgesteld en dat heeft u zelf gedaan. De tunnel in Dalmsholte, die kunnen we het bestemmingsplan niet voor vaststellen, want die is niet van ons. Die valt namelijk op het grondgebied van de gemeente Ommen. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan heeft Ommen aan de provincie gevraagd of de tunnel breder kan. Het is Ommen die dat gevraagd heeft, niet wij. En ik had u al aangegeven, de bestaande maatvoering was voor onze gemeente de perfecte, ideale maatvoering. Het college is dus geen voorstander van het wijzigen van de uitgangspunten van de plan en hoofdlijnen. Dat is niet het bestemmingsplan Ommen, maar dat is weer de Provinciale Staten. Daar zijn we geen voorstander van. En zeker niet als het mogelijk negatieve effecten kan hebben op het grondgebied van Dalfsen. Op 5 februari is een bestuurlijk overleg over de N348 gepland. En de gemeente Ommen, Raad en de provincie zijn hierbij aanwezig. En een van de onderwerpen op de agenda is de tunnel Dalmsholte. De kanttekeningen die door de PvdA worden geschetst en overigens ook door de plaatselijke belangen, nemen we dan zeker mee. En na het bestuurlijk overleg krijgt u een terugkoppeling wat er op dit punt besproken is. Ik zeg u nu niet toe dat we onze volledige samenwerking in het hele project afhankelijk maken van dit punt. Dat zou een zodanige keiharde inzet van de onderhandelingen zijn dat we denken, nou op die manier gaan we niet met elkaar om. Zo starten we gesprekken ook niet. Dus het antwoord op die vraag is voorlopig nee. Beide. Voorlopig en nee. Is dat voldoende voor u? Nou ja, het antwoord is volstrekt helder. Daarvoor hartelijk dank. En blijft toch even mijn zorgpunt dat die Twentseweg nu wel mogelijk onder druk komt te staan. Die tunnel bij de Oude Twentseweg. Mocht het verzoek van Ommen worden gehonoreerd. Dus dat blijft bij ons wel echt een zorgpunt. Ik snap heel goed uw antwoord. Maar dat vinden wij wel zorgelijk als dat nu zo die kant op gaat lopen. Ja, we delen die zorgen. Vooral ook omdat, als ik het goed doe, maar nogmaals, ik ben niet portefeuille houden, maar als ik het goed doe, de realisatie van de Twentseweg mede afhankelijk is van de aanbestedingsvoordelen van de andere tunnel. Naarmate die andere tunnel breder moet worden, wordt die duurder en is de kans op aanbestedingsvoordelen kleiner en zal die andere tunnel niet gerealiseerd worden. Dat is één van de twee redenen waarom wij daar niet blij mee zijn. De andere reden is de eerder aangegeven reden van veiligheid. Ook daar maken we ons zorgen over. Des te breder de tunnel, des te groter de kans dat daar gevaarlijke situaties gaan ontstaan. Dat is de opvatting van het college in deze tot nu toe. Ik zeg even tot nu toe. We moeten nog een overleg. Ik kijk even naar anderen. Voorzitter, u gaf aan... Meneer Klein-Koerkamp. Ik doe alles gelijk nu. Meneer Klein-Koerkamp. U gaf aan dat het afhankelijk was van de aanbesteding van de tunnel Dalmsholteweg, maar het is afhankelijk van de aanbesteding van de hele N348. Ja. Neem me niet kwalijk. U heeft gelijk. Meneer Lochtenberg, CDA. Dank u, voorzitter. Ja, wij hechten eraan dit punt wel te ondersteunen. En even een vette streep eronder. Want voor de veiligheid rondom Lemelenveld en met name de veiligheid aangaande de Twentseweg, dat is nou juist de oversteek die het allergevaarlijkste is van al die oversteken. Dus als die de dupe zou worden, dan zouden we daar zeer teleurgesteld in zijn. Volgens mij zijn we het allemaal met elkaar eens. En dit laatste punt overigens met betrekking tot de veiligheid onderstrepen wij. Dat is juist. Dat is ook de informatie en het inzicht dat het college heeft. Meneer Schuring, VVD. Ja, korte vraag over procedures en dergelijke. Wat is de ervaring? Is dan de gemeente die een verzoek indient over andermans grondgebied, om het maar even onvriendelijk te zeggen, klinkt wel bijna oorlog, hè? Maar hoe staat het in verhouding tot de gemeente waar het grondgebied van is? Kunt u daar wat over zeggen? Ja, alleen maar een heel algemene term, want ik heb daar eerlijk gezegd weinig ervaring in op dit punt. Maar voor zover ik weet gaan wij niet over de bestemmingsplannen van Ommen. Dat is gewoon een digitaal nee. Daar gaan we gewoon niet over. Maar dat is ook wat ik heb geprobeerd juist net te zeggen, op dit moment niet aan de orde. Wat aan de orde is dat we overleg gaan hebben met de provincie, met Raalte en met Ommen, om te kijken of er een oplossing kunnen komen. En voorlopig is dat
de stand van zaken. En u kent nu ook onze opvattingen die. U weet wat we daar willen inbrengen. Verder vooruitkijken lijkt mij niet zinvol. Anderen nog? Concludeer ik dat de raad het standpunt van het college in deze in brede zin onderschrijft. En, dan voel ik me nog, nou, dan kan ik dat tegen de wethouder zeggen. En dan voelt hij zich ook, denk ik, daarin gesteund. Nou, ik zie u allemaal instemmend knikken. Dan is dat volgens mij voldoende aan orde geweest. Ja? Oké, dan stel ik. En dan komen we bij het voorheen agendapunt 5. Benoeming lid, Raad van Toezicht, Stichting Openbaar Onderwijs in Zwolle en Regio. En aan u wordt gevraagd om mevrouw Van Rut te benoemen. Haar cv staat vertrouwelijk op het RIS. Behandeling in 2 rondes. Dus u mag allemaal informatieve vragen stellen als u daar behoefte aan heeft. Ik kijk even rond. Heeft iemand daar behoefte aan? Stellen van vragen. Mag ik onmiddellijk gewoon de stemprocedure in? Ja? Ja, oordeelsvorming. Ja? Meneer Uitslag? Ja, dank u wel, voorzitter. Vooraf, we zullen instemmen. We kunnen ook eigenlijk niet veel anders hebben gelezen in de stukken. Maar wel bevreemd is dat het is een hele zwaarwegende argumenten hebben. Echter, het profiel waarnaar gezocht is, hebben we niet kunnen vinden. De reactie van de MR hebben we niet kunnen vinden. Dus er schort van alles aan de voorbereiding op het stuk. En ik zou graag dit willen meegeven aan onze werkgroep. Die gaat over de verbonden partijen, want dit is er zo eentje. Waarvan eigenlijk de kwaliteit van besluitvorming wel heel mager is. Maar voor dat gezegd hebben, voorzitter, zullen we instemmen met de voordracht. Maar dan nog vraag ik gewoon echt even aan wethouder Van Martels waarom er geen profiel bij zit. Want dat had er toch gewoon bijgekund, meneer Uitslag. Want u noemt wel een paar dingen waarvan ik denk, ja, waarom zat dat er niet bij? Dat had er best bijgekund. Ja, ik weet dat ik het zelf heb aangegeven. Ik spreek nu als voorzitter van de raad, meneer Uitslag. Ja, het is nu de ronde van vragen stellen in plaats van vragen beantwoorden. Maar nu zit ik in die positie en inderdaad, dit is een vraag waarvan je denkt van, het is een terechte vraag denk ik en iets om in het vervolg rekening mee te houden. Het was bij mezelf niet opgekomen, want ik dacht dat het redelijk compleet was aangeleverd. Een aantal zaken wel degelijk bij zaten, maar dit wat u nu aanroert, dat zat er zeker niet bij. Terecht punt om in de toekomst aandacht voor te hebben. Voor de zuiverheid, ik heb de vraag niet gesteld. Hè. Ik heb opmerkingen geplaatst en onszelf als opdracht meegegeven. That's all. Ja, nee, dat klopt. Ik heb de vraag gesteld. Ik vond het wel een goede vraag van mezelf. Kan ik dan naar de formele stemronde toe? En dat moet schriftelijk. En dan moeten we een commissie in het leven roepen. En de griffier en ik, wij stellen voor, en ik ga ervan uit dat u daarmee akkoord bent, dat de dames Kappert, Lasje en Snijder worden. En wij stellen ook voor dat mevrouw Kappert als voorzitter van die commissie optreedt. Want één keer moet de eerste keer zijn. Bent u mee akkoord als vergadering? Ja, dan is dat besloten. En dan gaan zij samen met de griffier mee. En dan schors ik de vergadering. Heeft iedereen... de stembriefjes moeten ook nog even opgehaald worden. Ja, ik schors de vergadering. Ga ik naar voorheen agenda punt 6. Beleidsregels parkeren grote voertuigen. We hebben daar in de commissie uitgebreid over gesproken. Er waren twee fracties, VVD en CDA, die nog nader beraad nodig hadden. Er zijn ook nog een aantal vragen gesteld tijdens de vergadering. Door meerdere, ik weet niet meer precies door wie allemaal. Door meerdere partijen in ieder geval. Daar is schriftelijk antwoord op gegeven. Er is door de VVD en door het CDA, nog naar aanleiding van die beantwoording, is opnieuw vragen gesteld. Ook daar zijn antwoorden op gegeven. Voor de mensen thuis en op de publieke tribune, die vragen en antwoorden kunt u allemaal terugvinden op het RIS, het Raad Informatiesysteem. Dus via onze website kunt u daar komen. Ik kijk het eerst even naar het CDA. Zijn er nog meer vragen? Was de informatie voldoende? Want normaal gesproken zou ik naar een besluitvorming toe kunnen, maar ik denk dat dat iets te vroeg is nu. Wat mij betreft iets te vroeg. En ik wil graag ook aan de andere fracties vragen om mee te denken. Want naar aanleiding van de beantwoording in de commissie kregen we eigenlijk
meer vragen nog dan dat duidelijk werd. En het heeft ons zeker niet overtuigd om de beleidsregels in te trekken zoals die er nu liggen. We hebben nog weer een aantal aanvullende vragen gesteld, daarop vanmiddag antwoord gekregen, waarvoor onze dank. Het wordt er niet duidelijk op en het probleem, zoals wordt geschetst in het raadsvoorstel, wordt niet opgelost met de nieuwe beleidsregels. Dat wordt opgelost met handhaven. Onze eigen goede chauffeurs uit Dalsum zijn nu de dupe van foutparkeerders. En dat kan niet de bedoeling zijn. De oplossing die wordt geschetst is het verschuiven van het parkeren naar, in ieder geval niet binnen de bebouwde kom, waaronder het industriegebied zou vallen, maar naar het buitengebied. Want dat is het alternatief. Dat is pas onveilig. En dat past ook niet in het landschap. Volgens ons, CDA, is het een industrieterrein waarop vervoer plaatsvindt, waarop vervoersbewegingen plaatsvinden, waarop industrie wordt bedreven en waarbij dus geparkeerd zou moeten kunnen worden. Dan zijn er uitgangspunten voor het instellen van het beleid in 2002 verwoord en die staan haaks op de nieuwe beleidsregels. En dat heeft ons verbaasd. In 2002 wordt aangegeven dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is en nu ineens is het geen kerntaak. Punt 2. De meldingen en klachten bleken terecht. Handhaving heeft opgeleverd dat het foutparkeerders zijn. Dus niet door de vrachtwagens en chauffeurs met een ontheffing. Handhaving is dus de oplossing en dat zal nodig blijven. Dat heeft zelfs ook de politie aangegeven. En misschien wel meer. Passanten die overnachten, dat mag dus niet. En dat betekent dus handhaven. Enige sturing is gewenst door alternatieve mogelijkheden aan te bieden. En dat is ook weer die tekst uit 2002. Bij het instellen van de beleidsregels die nu wordt voorgesteld om in te trekken. En dat blijft aan de orde wat het CDA betreft. Het voor industriebestemde gebied is bij uitstek een plek. Dus waar transport aan de orde is en dus ook parkeren hoort. Ook in Dalsum. En Dalsen chauffeurs met een eigen zaak, en dat is vaak een mobiele in deze situatie, die hebben ook een plek nodig om 's nachts en in het weekend te staan. En dat blijft. Er zijn in overleg met elkaar, en dat is ook met de industriële club, met de ontheffinghouders, plekken aangewezen, in overleg met de gemeente Dalsum, die geen overlast geven, veilig zijn en geen problemen geven. En dat er foute parkeerders zijn, lost dit met de nieuwe beleidsregels niet op. En ik wil de andere fracties vragen om hun visie daarop eens te geven. Want vorige week bij de behandeling in de commissie had ik het gevoel dat u eigenlijk alleen maar naar de nieuwe beleidsregels heeft gekeken. En niet de achterliggende informatie voldoende heeft kunnen duiden op de werkelijke situatie. Wat is het probleem en wat wordt er opgelost? En ik stel voor... misschien dat we wat meer achtergrondinformatie nog nodig hebben om het af op een later tijdstip te behandelen. Dan wel in stemming te brengen, maar dan zult u merken dat wij tegen het intrekken zijn van de oude beleidsregels. Wat ons betreft, CDA. Dank u wel. Ik kijk even naar raad. Ik denk dat gegeven de discussie de vorige keer het juist is om de heer Schuring nu het woord te geven. Meneer Schuring, VVD. Ja, dank voorzitter. Ik begin er maar mee dat ik me aansluit bij het voorgaande betoog. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik me ook een klein beetje op het verkeerde been vond staan. Of ik er nou op gezet was, of dat ik me erop vond staan, of het aan mezelf lag, of door de manier waarop het geschreven was, daar ben ik nog niet helemaal uit. De technische vragen extra en de antwoorden daarop, die maakten dat inderdaad niet helderder. Sterker nog, die gaven me wel een beetje de uitslag dat mijn beeldvorming wat helderder de andere kant op werd. Mijn vraag de vorige keer was, de huidige beleidsregels, waarom moeten we die intrekken? En ik heb hem niet letterlijk, maar volgens mij kreeg ik het antwoord omdat ze niet voldeden. Of niet hadden geboden wat ze moesten doen. En vervolgens werd al heel gauw in mijn hoofd in ieder geval het frame gezet dat er veel klachten waren ontstaan en dat die twee dus aan elkaar gekoppeld waren. Dan ga je technische vragen stellen en dan krijg je antwoorden en dan blijkt dat er inderdaad een aantal klachten waren in twee jaar tijd. Ik schrok niet echt van het aantal, moet ik eerlijk zeggen. 22 meldingen. En op de vraag of deze meldingen allemaal, deze klachten allemaal op te lossen waren met
handhaving kwam het duidelijk antwoord ja. Dus de klachten kwamen niet door de verordening of door de mensen die een uitzonderingssituatie hadden gekregen, maar die kwamen door alles wat buiten die verordening was, namelijk wild, geen kampeerders, maar parkeerders. En zoals CDA net al terecht zei, een probleem wat met de nieuwe regels identiek zal blijven. Kortom, we lossen het probleem wat er dan eventueel wel is, lossen we niet op met de verordening intrekken. Sterker nog, die zal gewoon blijven. Blij te horen en gelezen te hebben dat de politie heeft aangegeven dat die handhaving een topic is en dat ze daarmee bezig gaan. Maar dat staat los van het intrekken van de verordening. Wat we overigens wel doen met het intrekken van de verordening is nieuwe regels in gang zetten. En een nieuw probleem creëren voor onze eigen chauffeurs. Ik zeg nu even onze eigen chauffeurs, want dat zijn de chauffeurs van onze gemeente en de transporteurs. Die dus in discussie gaan, problemen die er eventueel ooit zijn geweest opgelost hebben en geen klachten veroorzaakt hebben. Die zetten we eigenlijk, die sturen we min of meer weg. En het voelt echt een beetje alsof we ze uit de gemeente wegsturen. Nee, we bieden alternatieven, maar daar was geen probleem. Dus we lossen geen probleem op, we creëren er een probleem bij. En ik vraag me dan echt af wat het legitimeert om de vraag te stellen om de verordening in te trekken. En laat staan wat het legitimeert voor ons als raad om vervolgens die verordening ook daadwerkelijk in te trekken. Want ik sluit me aan. Ik zal beslist niet steunen. En ik hoop eerlijk gezegd dat de andere fracties er ook even goed over na gaan denken. En dat we er misschien nog een goede discussie over kunnen hebben. Dank u wel. Meneer Nijburg, ChristenUnie. Nou, wij hebben in commissie gezegd dat we konden leven met die intrekking en de nieuwe regels. Maar we hebben ondertussen wel vragen gekregen, met name over de communicatie, of die voldoende is geweest met belanghebbenden. Dat is eigenlijk vraag 1. En vraag 2 is, het gaat natuurlijk om uiteindelijke handhaving. Volgens mij proef ik dat bij het CDA en bij VVD ook. Dus hoe vindt u controle plaats op auto's die ergens niet horen te staan? Dus wij zouden daar graag toch wel iets meer nog over horen. Meneer Raamaker, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik weet niet als intussentijd, of als u iets meer achtergrond weet van dat er ook bestaande ondernemers zijn die ruimte willen bieden aan de chauffeurs op een eigen erf. Ik weet niet of daar een gesprek in plaats hebben gevonden. En in de media stond ook dat er geen grond was voor de chauffeurs om daar, die vrachtwagen te parkeren. En ik heb begrepen dat daar wel grond is en die ze wel kunnen bemachtigen om daar een parkeerplaats te maken. Dus dan van mij is het probleem opgelost. Maar dat hoor ik graag van u. Handel nog? Meneer Royakkers, D66. Dank u wel. Er moet mij iets van het hart over de manier waarop dat dit soort discussies vaak gaan. Toen wij hier vorige week in de commissie zaten, toen is ons gezegd er waren problemen met parkeren van grote voertuigen. En die nieuwe regeling zou die problemen oplossen. En op mijn nadrukkelijke vraag, is er dan wel voldoende handhavingscapaciteit, is toen geantwoord, er is dan wel voldoende handhavingscapaciteit. Er is gezegd dat betrokkenen allemaal informatie hebben gekregen, dat bijeenkomsten zijn georganiseerd, dat ze zijn aangeschreven en dat er maar één reactie was met bezwaar. Vervolgens behandelen we dat in de commissie. Op een manier zoals wij dan denken dat we oprecht en integer als raad daarmee bezig zijn. En dan na de commissie komt plotseling iedereen in actie. Komt er allerlei informatie op ons af. Komen chauffeurs, komen verenigingen. Komen de stukken in de krant. En dat is natuurlijk erg jammer, omdat wij in het proces dat we met elkaar hebben afgesproken in deze democratische arena, hebben wij afgesproken dat inspraak, mondelinge bijdragen en al dat soort dingen in beginsel voor de commissievergadering plaatsvindt. Ik heb persoonlijk ook de ondernemersverenigingen in het dorp vaak genoeg gezegd van benoem nou iemand uit je bestuur die de agenda van de raad en de commissies bekijkt om te zien of dat er voor jullie wat interessants bij is om op te reageren. Of het nou was
de potentiële enorme verhoging voor sommige bedrijven van de rioolbelasting of allerlei andere dingen. Maar ja, iedereen is kennelijk te druk met ondernemen of met vrachtwagens rijden om dat tijdig te doen. Nou, en dat vind ik dan ontzettend jammer. Daardoor worden wij op het verkeerde been gezet en is het niet onaannemelijk dat je soms een verkeerde afweging maakt. Maar daar wil ik het even bij laten en ik wil het niet inhoudelijk verder hierover hebben. Meneer Wildvang, Partij van Arbeid. Ja, dank u wel. Ik weet niet precies meer in welke ronde we nu eigenlijk zitten, maar ik reageer maar even op de vraag die mevrouw Schiphorst ook heeft gesteld. Doe ik iets uitvoeriger misschien dan alleen maar de vraag. Ik snap heel goed de problematiek die door belanghebbenden hier direct wordt aangekaart. Zeker door de leden van de lokale leden, moet ik misschien zeggen, van de beroepsgroep. En de brief die ze hebben geschreven onlangs, die heb ik ook goed gelezen. En ik heb veel begrip voor datgene wat daar staat. Maar, zeg ik er gelijk bij, maar de concurrentiestrijd die ze daar aanvoeren, die gevoerd wordt tussen allerlei vervoerders in Nederland en daarbuiten vooral. Ja, of we dat nou leuk vinden of niet, maar dat gaan we hier niet oplossen met een paar parkeerplaatsen. Dus dat is een wel bestaand probleem, maar niet relevant voor de discussie die we nu voeren. Dat geldt ook voor de misstanden die in de branche zijn. Want ook dat punt wordt nadrukkelijk naar voren gebracht in de brief. Terecht aangekaart, maar geen relatie met het onderhavige punt. Er blijft over het laatste stukje van de brief wat gaat over de handhaving. En ik hoorde daar net ook al zeggen, ja, klachten zijn met handhaving opgelost. Maar ja, het feit dat we als we handhaven en het wordt dan vervolgens opgelost, wil niet zeggen dat de overlast er niet is geweest. Natuurlijk heb je handhaving nodig om klachten op te lossen, maar daarmee is de overlast natuurlijk niet weg en is het gegeven niet weg. En de parkeeroverlast die soms wordt veroorzaakt en de door ons onderschreven stelling dat een gemeente niet als kerntaak heeft het verzorgen van parkeerruimte voor vrachtwagens, maakt dat we bij het oorspronkelijke voorstel blijven, dat net als vorige week wij steunen wat in het voorstel staat. Ik vind het heel vervelend voor de mensen die hier lokaal hun beroep uitoefenen en op deze manier, ik geloof na 2018, nadelig beïnvloed worden in de uitoefening van hun beroep, maar wij gaan het voorstel steunen omdat wij denken dat de overlast wel degelijk er is en reëel is. Dus wij steunen het voorstel. Vindt u het goed, mevrouw Schiphorst, dat ik, want er ligt heel veel op tafel. Vindt u het goed dat ik eerst even reageer en dan komt er echt nog uitgebreid aan de beurt? Dat is het punt niet. Ik zal het proberen ook zo kort mogelijk te doen. Ik heb misschien weer een keer opnieuw open als ik de vorige keer geopend ben. Het is niet mijn onderwerp. Ik zeg dat ook even tegen degene die buiten de afgelopen dagen, ja, vond toch mij nogal persoonlijk hebben getroffen. Het is het onderwerp van wethouder Van Leeuwen. Die ik overigens hier graag vertegenwoordig. Die ik hier graag vertegenwoordigde toen hij het vroeg. Dat ligt nu wat anders. Dus voor alle duidelijkheid. Maar ik doe het wel met overtuiging en ik doe mijn best. Het schijnt ook dat mijn opmerkingen over het feit dat ik op sommige plekken het parkeren van vrachtauto's, dat ik dat lelijk vind, zal ik dat woord maar gebruiken, schijnt verkeerd gevallen te zijn. Een aantal mensen schijnen te denken dat ik vrachtwagens lelijk vind. U weet waarschijnlijk niet dat ik tussen mijn 20ste en mijn 30ste als vrachtwagenchauffeur gewerkt heb. En ik vind die dingen echt niet lelijk. En wat u waarschijnlijk ook niet weet, dat is dat ik nog steeds in het bezit ben van een DAF 575. Om een lelijk blok. Schitterend. Origineel blok. Ligt wel in een schip, dat geef ik toe. Maar het is wel een motor. Dus ga mij niet vertellen dat ik gezegd zou hebben dat ik vrachtwagens lelijk vind. Dat is niet aan de orde. Ik heb iets anders gezegd. Dat wou ik even gezegd hebben. Daarmee sluit ik ook een beetje aan op de opmerking van, denk ik, de heer Wildvang. Ik realiseer me best goed dat het voor mensen in hun beroepsuitoefening buitengewoon lastig is wat we hier hebben liggen. Dat gezegd hebbende. Probeer ik zo goed mogelijk antwoord te geven op de vragen die gegeven zijn, maar probeer het ook zo feitelijk mogelijk te houden als u het goed vindt. Het CDA stelt dat het probleem niet wordt opgelost met de nieuwe beleidsregels. Dat is uw inschatting. Wij zelf denken door ervoor te zorgen dat vrachtauto's niet meer op de openbare weg geparkeerd staan, want daar is waar we het over hebben, op of vlak langs de openbare weg,
Dat daarmee in ieder geval het vraagstuk van veiligheid, want dat is echt aan de orde, en ook bereikbaarheid, met name op het industrieterrein. En de klachten die daarover geweest zijn, ik kom daar dadelijk op terug, meneer Schuring, en de bezwaren. Ik verwijs naar het verslag van het gesprek wat in begin januari is gevoerd met betrokkenen, aanwonenden en ondernemers. Dat die klachten daarmee, die problemen, die bezwaren, dat die daarmee worden opgelost. U heeft ook in de loop van de geschiedenis kunnen lezen dat het college allerlei verschillende plekken al heeft aangewezen. En dat heeft iedere keer weer opnieuw geleid tot bezwaren vanuit omwonenden. U kunt zeggen, ja, dat is geen punt, maar het college heeft dat wel, het is de vraag hoe je dat weegt. Het college heeft dat wel als zodanig gewogen. Vervolgens heeft het college geconstateerd dat het geen taak is van het college om te zorgen voor parkeerplaatsen van vrachtauto's. En dat is een constatering geweest. Het college heeft ook geconstateerd, en ik beantwoord daarmee ook nog een keer de vraag van de heer Nijburg de vorige week, maar ook anderen, dat er voldoende alternatieven zijn. En die alternatieven, ik geloof dat de heer Raamaker daarna vroeg, die zijn er op het industrieterrein. Er zijn ondernemers die op dit moment ruimte op het industrieterrein beschikbaar hebben, buiten de openbare weg, en voor het parkeren van vrachtauto's. Dus er zijn alternatieven. Verschillende alternatieven. Overigens zijn er ook alternatieven naast de Hessenweg. Die ook in het verleden al gebruikt werden. Dus wij constateren dat het parkeer op de openbare weg door mensen als hinderlijk wordt ervaren. Laat ik dat woord gebruiken in plaats van overlast. Als hinderlijk wordt ervaren. Vanuit verkeerstechnisch oogpunt en ook door de politie als onveilig wordt ervaren. We constateren dat er alternatieven zijn op het industrieterrein. Onder andere in Dalfsen, maar ook elders. Bij bestaande ondernemers. En wij vinden het geen kerntaak van de gemeente. Daarmee is eigenlijk het standpunt voor het college volkomen helder. Het is niet nodig en er is een alternatief. Dat is ook de reden, en dat is de antwoord op de vraag van de heer Schuring, waarom we de oude beleidsregels intrekken. We willen niet meer werken met uitzonderingen. Omdat we denken dat er geen behoefte is aan uitzonderingen. Met uitzondering dan dus van de kermisattracties en voertuigen die werkzaamheden moeten verrichten aan de weg. U stelt terecht de vraag, hoe kan het nou als alle klachten op te lossen zijn middels handhaving, waar zit dan het probleem? Nou, we hebben de klachten zoals we die 22 die we hier hebben geformuleerd, dat zijn echt klachten geweest die gingen om situaties waarin er onjuist gehandeld werd, verkeerd geparkeerd en anderszins. Niet allemaal wil parkeren, maar wel voor een belangrijk deel, ben ik met u eens. Dus dat is zeker niet toe te rekenen aan de bestaande vergunninghouders. Dat is ook niet wat ik heb proberen te zeggen. Als u wil weten, de hinderlijkheid vindt u terug weer in dat verslag van begin januari met stakeholders. En dat heeft alles te maken met het feit dat omwonenden het tot nu toe niet prettig vinden dat vrachtwagens ergens geparkeerd staan. Er zijn volgens het CDA plekken zonder overlast te bedenken. En ja, dat zou kunnen. Ik kan het theoretisch niet uitsluiten. Het punt is alleen maar dat zodra wij denken dat we ze gevonden hebben, andere mensen er anders over denken. Meneer Nijburg, is de communicatie voldoende geweest? Ja, ik zou bijna wanhopig willen zeggen, het zal wel weer niet. En het kan ook altijd beter. Ik heb wethouder Van Leeuwen in ieder geval die vraag nog even per app gesteld. En die reageerde nogal geïrriteerd. Als u het aantal momenten ziet waarop gesproken is met betrokkenen, zeker in Dalfsen. Ja, dat is gewoon 3 keer gebeurd met vergunninghouders. 2014. Op het moment dat het college haar standpunt heeft bepaald, toen niet meer. Dat moet ik wel er eerlijk bij vertellen. In juni ongeveer, geloof ik, hebben we de betrokkenen per brief geïnformeerd over het collegestandpunt. Op dat moment kon er formeel een zienswijze worden ingediend, maar toen hebben we niet meer gesproken met elkaar. Daarvoor heeft wethouder Van Leeuwen 1 keer gesproken met klagers in het algemeen, aanwonenden en gebruikers van het industrieterrein. En ik meen 3 keer met vergunninghouders. Is dat genoeg? Is dat zorgvuldig? Wij vinden van wel, laat ik het zo zeggen. U allen maakt opmerkingen over het
punt van de handhaving. En daar heeft u gelijk in. Als deze beleidsregels worden ingetrokken, dan moet er ook worden gehandhaafd. En die afspraken gaan we ook maken met de politie. U heeft dat ook kunnen zien in ons verslag. Dat is ook gebeurd al. En daar zal ik ook persoonlijk op toezien dat dat gebeurt. Zijn er alternatieven? Ik heb er al een antwoord op gegeven in meer algemene zin. De heer Raamaker had het ook over over grond kopen. Ik heb dat in de krant gelezen, dat vergunninghouders daar eventueel toe bereid waren. Ik wist dat niet. Is ook niet raar, want ik ben geen portefeuillehouder. Dus ja, ik lees het ook maar in de krant. Die alternatieven zijn er volgens mij wel. Voor zover ik weet zijn ze er, maar ik kan dat niet met 100% zekerheid zeggen. Achtervrijling. Achtervrijling. Nou, achtervrijling. Als u het zegt, dan is dat zo. Zou het college daar problemen mee hebben? Natuurlijk niet. Dat zou prima zijn, wat ons betreft. Als dat zou kunnen. Dan nog even een opmerking naar het CDA. Ja, het is aan de raad, mevrouw Schiphorst, om te beslissen of zij dit onderwerp op een later tijdstip wil behandelen. Daar gaat het college niet over. Als u nog tijd nodig heeft, dan is dat zo. Dat moet u aan uw collega's vragen. Ik denk wel, we hebben er ook overleg over gehad, maar ik denk wel dat het goed is. Wij hebben die tijd niet meer nodig als college. Wij zouden ook geen verkeerde verwachtingen willen wekken. Het college heeft gewoon haar standpunt hier voorgelegd en het is aan u om daar wel of niet mee in te stemmen. Maar als u meer tijd nodig heeft en de rest van de raad ook, dan is dat uiteraard aan u. Daar heb ik geen oordeel over. En dan ga ik weer onmiddellijk terug naar u, mevrouw Schiphorst, want ik hoop dat ik compleet ben. Ik kijk even rond. Heeft iedereen voldoende? Ja? Mevrouw Schiphorst. Dank u wel, voorzitter, voor de beantwoording. En u geeft aan dat u namens wethouder Van Leeuwen spreekt, of namens het college zal het zijn. En u geeft aan dat parkeren aan de openbare weg hinderlijk is en onveilig. Nou, daar kan ik wel een beetje in meegaan, alleen daar hebben we het niet over. We hebben het over een aangewezen plek die veilig gekozen is, die geen overlast geeft, die niet hinderlijk is voor aanwonenden, omwonenden, andere bedrijven. Dus daar zit een beetje het probleem wat u denkt op te lossen, maar waarvan wij vinden dat het geen oplossing is. U geeft aan dat er al in januari een overleg met de ondernemers is gestart. Ik heb een uitkomst van de bespreking ontvangen. Daarin staan een aantal data, maar januari wordt niet genoemd helaas. En alleen de laatste zin van het derde overleg op 27 november 2014 wordt gesproken over: wethouder Van Leeuwen heeft verder aangegeven niet uit te sluiten dat er in de toekomst geen ontheffingen meer worden afgegeven voor het parkeren van grote voertuigen. Dat is dan de mededeling waarmee het overleg heeft plaatsgevonden. Vorige week vroeg ik u welke informatie is gegeven. U gaf aan dat er een aantal informatie bijeenkomsten zijn geweest, de mensen zijn uitgenodigd. Ik heb technische informatie gevraagd. Hoe zijn ze uitgenodigd? Wie zijn er uitgenodigd? Mag ik verslag? En dat is helaas niet ontvangen. En u heeft nu ook aangegeven dat dat niet aan de orde was of is geweest. Dat u na het besluit van het college niet meer met de vergunninghouders hebt gesproken. En onze insteek is wel dat op het moment dat het iemand iets aangaat, dat we daarin vanuit onze verantwoordelijkheid als gemeente eerst in overleg gaan. U geeft aan genoeg en zorgvuldig. De mening van betrokkenen is echt anders. En die moet ik best wel gelijk geven daarin. En ik wil dan ook de raadsleden vragen of de fracties vragen om tegen te stemmen. En handhaven is de oplossing. Dat blijft bij de oude beleidsregels zo. En handhaven zou met de nieuwe beleidsregels hetzelfde opleveren. Alleen bij de nieuwe beleidsregels sturen we de inwonende Dalser chauffeurs eigenlijk ergens heen waar we niet willen dat ze heen gaan. Het is aan de raad om op een later tijdstip hierover te hebben. En ik wil vragen, wat is uw opinie daarop? Ik zal die vraag aan de raad voorleggen. In opmerking antwoorden op vraag 11 die gesteld is. Wanneer en waar zijn de informatieavonden geweest voor de ontheffinghouders? Ontheffinghouders, dat was uw vraag. Er is op drie momenten overleg geweest met een aantal ontheffinghouders.
8 mei, 2 juli en 27 november. Overige belanghebbenden, dat was uw vraag niet, maar we hebben het toch maar voor de zekerheid beantwoord. Overige belanghebbenden zijn tijdens een bijeenkomst op 20 januari 2015 geïnformeerd. En dat zijn aanwonenden en het is ook een groep mensen. Die informatie heb ik niet op het RIS gezet, omdat de namen, is die deelnemers wel op het RIS? Ja, deze informatie wel, maar de deelnemers van die bijeenkomst heb ik niet op het RIS gezet. Het lijkt me ook niet verstandig, eerlijk gezegd. Omdat en het zit er nou net in het woordje een aantal, in plaats van de ontheffingshouders. Ja, dat kan. Mag ik uw vraag nog even, een aanvullende vraag. Vindt u dan parkeren in het buitengebied aan de openbare weg, want dat is het dan, niet gevaarlijk? Mevrouw Schiphorst, het is wel echt de laatste keer dat ik dat zeg, want volgens mij val ik in een herhaling. Volgens ons zijn er heel veel hele goede mogelijkheden op het industrieterrein. En dat is ook in andere gemeentes de oplossing gebleken. De suggestie dat wij voor parkeren in het buitengebied zouden zijn aan de openbare weg, dat is natuurlijk helemaal niet zo, maar dat is ook helemaal geen logische keuze. Het is misschien toch wel goed om te zeggen dat we een van de weinige gemeentes zijn die nog überhaupt parkeren binnen de bebouwde kom aan de openbare weg, daar nog een uitzonderingsbeleid voor hebben. Dus u suggereert dat dit in de commissievergadering ook dat wij zouden willen dat het ergens tussen de prachtige bomenlanen in het buitengebied zou worden neergezet. Maar dat is natuurlijk niet aan de orde. En het is misschien ook goed om te weten dat er nu al heel veel vrachtauto's parkeren op het industrieterrein. Dat is wat wij graag willen. En die mogelijkheden zien we ook. Dus, nou ja. We denken daar verschillend over. Laten we het zo vaststellen. Meneer Ramaker. Ja, voorzitter. Nou, de handhaving in het weekend, ik hoop dat dat gestalte krijgt, maar ik heb mijn twijfels wel in het weekend. Op de openbare weg parkeren hinderlijk en klachten, ja, dat kunnen we snappen, is ook een probleem. En ook geen kerntaak van de gemeente, zoals u aangeeft. Maar ik denk dat hier de communicatie een belangrijke rol heeft gespeeld bij dit voorstel. Er is wel uitgebreid gekeken naar de mogelijkheden en er zijn 3 gesprekken geweest met de ondernemers. En in het stuk staat ook uitzonderingen, bevestigende regelen zijn mogelijk ter beoordeling aan het college van BMW. Nou, na de commissie hebben wij ook de geluiden gehoord van enkele Dalse ondernemers die het er niet mee eens zijn met deze aanpassing en problemen hiermee hebben. Nou, dat vinden wij evenals het CDA ook erg vervelend. Maar het brengt veel emotie en dat snappen we best. Maar we hebben ook gehoord dus dat op het industrieterrein de ruimte is om daar de vrachtwagens te parkeren. Nou, als je dan moet kiezen tussen langs de weg of op een veilige plek, dan kiezen wij zeker voor het laatste. Maar ook de ondernemers die ze vrachtwagen voor de deur krijgen, die hadden ook problemen. En daar heeft mevrouw Schiphorst het volgens mij iets minder over gehad. Voor beiden valt wat te zeggen en voor beiden is het een probleem. Maar we horen gelukkig bij monden van de heer Noorten dat ook in de industrieterrein dus er ruimte is. En ook in Oud-Leuzen is ruimte. En heel veel ruimte, kan ik zeggen. En ook in de andere kernen kan er naar een oplossing gezocht worden. Nou, de heer Bonte die gaf voor de vergadering aan van er was geen grond te koop. Nou, meneer Bonte, er is grond te koop. Dus dat kan misschien na de commissievergadering wel geregeld worden. Of na de raad. Er is dus grond beschikbaar. In de commissie hebben we gezegd van we hopen als college dat u hier met verstandig gevoel mee omgaat. En kijkt naar een passende, praktische oplossing en kijkt zeker naar de mogelijkheden. We weten dat het geen kerntaak is, maar om de discussie wat helderder te krijgen, om die communicatie weer een beetje op gang te krijgen, denk ik, dat we het college nogmaals op aandringen om met de bezwaarmakers, met de laatste bezwaarmakers in gesprek te gaan, om te kijken naar een passende, faciliterende oplossing. En als u die toezegging kunt doen, voorzitter, dat u met hen in gesprek gaat en kijkt naar die mogelijkheden, dan kunnen we het voorstel steunen. En mevrouw Schiphorst heeft u ook even een concrete vraag gesteld. Ik denk dat het goed is dat u daar ook gelijk antwoord op geeft. Zij vraagt de raad om besluitvorming uit te stellen. Van ons hoeft het niet uitgesteld te worden. Ik steun het voorstel, maar wel met de gedachte dat het college dan dat gesprek op gang houdt en een faciliterende rol nog in de laatste fase zal doen plaatsvinden.
Meneer Nijburg, mag ik naar u toe? Dat mag u, voorzitter. Dank u. niet voor niks hebben wij in de commissie ook al de vraag gesteld naar alternatieve plekken. Kunnen ondernemers daar zelf mee aan de slag? Dat is zowel ambtelijk als toen in de commissie beantwoord dat dat kan. Het is nu weer beantwoord. Er zijn duidelijke alternatieve mogelijkheden. Het is geen kerntaak van de gemeente, daar staan we zeker achter. Dat ik op communicatie heb ingezet, onder andere vanavond, had onder andere te maken met de berichten die afgelopen tijd zijn langsgekomen, waarbij je de indruk zou kunnen krijgen dat er niet voldoende of niet goed is gecommuniceerd. Communicatie is altijd twee kanten, dus ik heb ook gelezen dat het college een en ander heeft gedaan. En dat er dus wel degelijk gesproken is, dat niet iedereen zich daar happy bij voelt. Ja, dat kan ik me voorstellen. Of zegt ik ben niet genoeg gehoord of ik heb het gemist, kan ik me ook voorstellen. Maar ik denk niet dat het aan de communicatie wat dat betreft heeft gelegen. Al blijft dat, u was daar ook nogal pittig over, toch een punt van aandacht voor ons als raad, als gemeente. En we moeten daar steeds weer op inzetten. Maar als wij toch dit nu allemaal op een rij zetten en zeggen van ja, veiligheid gaat voor alles. Dat staat nummer 1 ook in uw betoog. Het hinderlijke, dat komt daarna, of de overlast die het geeft en de uitstraling. Met het feit dat er alternatieven zijn en de toezegging dat er op handhaving wordt aangestuurd. Kunnen wij toch zeggen dat de manier waarop de vragen zijn beantwoord voor ons afdoende is en wij niet van standpunt gaan veranderen. Dus wij zijn het eens met de intrekking en de voorstel van nieuwe regels. Ook u stel ik even toch concrete vraag van mevrouw Schiphorst. Ook u wilt vandaag in stemming brengen of zegt u uitstellen? Nee, van ons mag het vandaag in stemming gebracht worden, want ze hebben geen nieuwe feiten gehoord. Dank u wel. Dan ga ik even naar meneer Wildvank. Ook de vraag van mevrouw Schiphorst in het achterhoofd houden. Nou, laat ik daar dan mee beginnen. Dan vergeet ik hem ook niet. Ook wij zouden willen voorstellen om het vandaag maar in stemming te brengen. Ik begrijp dat het CDA vindt dat er geen probleem is, dat een oplossing behoeft. Daar kan je verschillend over denken. En dat wordt verschillend over gedacht. Dus wij zijn het in beginsel eens, wat ik net ook al zei, eens met de het voorstel zoals te licht en begrijpen vervolgens heel goed dat dat ongemak met zich meebrengt voor de beroepsgroep. Maar ja, dat wil niet zeggen dat daarmee dan ook altijd een andere uitslag moet komen van datgene wat je stemt. Dus wij zullen instemmen met het voorstel zoals het er nu ligt. Meneer Royakkers. Of vandaag een stemming gebracht wordt of niet, dat vind ik niet zo belangrijk. Ik zie het wel of er gestemd wordt en als er gestemd wordt, dan stem ik voor het voorstel. Mede door omwege de redenen die ik in mijn eerdere betoog heb aangegeven. Dat wij, vind ik als raad, niet iedere keer als er veel te laat allerlei informatie komt van derden. Nog weer eens een keer opnieuw onze mening gaan veranderen. Dank u wel. Meneer Schuring. Dank u, voorzitter. Ik wil op het laatste eigenlijk eventjes inspelen, want dat zal dan zo. Maar ik vind ook de informatie die we hebben gekregen en de antwoorden op de vragen vond ik ook nog niet helemaal me op het juiste been zettend. En daar heb je dan extra vragen voor nodig. En volgens mij is dat ook een tool die wij hebben. En volgens mij is het ook onze taak en dat horen wij te doen. We horen door te vragen indien we twijfel hebben, al is het na de beoordeling. En ik moet eerlijk zeggen, na de vorige commissievergadering kwamen er bij mij onderweg steeds meer vragen op. En zoals je uit de vragen en de antwoorden hebt kunnen lezen, kwamen op de antwoorden eigenlijk alleen nog meer vragen ter verduidelijking. Mijn punt was net al eventjes duidelijk. Er werd al net eventjes gezegd, emotie is gaan heersen. En er zijn allemaal dingen bijgehaald op persoonlijk konto. Ik heb er zelf ook wel een aantal termen ingegooid mogelijk. De beroepsgroep heeft wat. Als je dat allemaal weglaat, dan blijft er inderdaad één ding over. En dat is, er was een probleem, vond men. Die hebben we op willen lossen met het intrekken en nieuwe regels stellen. En dat is nou blijft de cruxvraag, was er een probleem? Daar schijnen we van mening te verschillen. Te meer omdat de klachten, nogmaals, het probleem leken te zijn en die klachten die waren allemaal niet op te lossen hiermee. Nou geeft u zelf aan in de sessie van januari dat er nog andere dingen waren. Want in de verslagen die wij hebben kunnen lezen in de beantwoording onderaan van de drie data met de ICD en de belanghebbenden,
daar las ik eigenlijk de trends. Er was een probleempje, daar is over gesproken. Men is gaan zoeken naar een andere oplossing. Er is een andere locatie aangewezen. En de volgende keer is daar weer over gesproken. En de trend die ik uit die stukken las, uit die verslagen was, dat het opgelost was. Je zult nooit 100% iedereen tevreden kunnen krijgen, dat geloof ik ook wel. En er zullen altijd mensen zijn die iets niet zo mooi vinden. Nou, prima, dat leg ik dan heel eventjes naast me neer. Maar in grote lijnen waren de problemen dus opgelost. Het gesprek van januari heb ik niks over terug kunnen vinden. Als dat een beperking van mijn kant is, dat is prima. Maar ik heb daar niks over kunnen lezen. En wat mij betreft is het, als daar niks over terug te vinden, is het niet zo. Dan is het geen informatie, geen feiten, kan ik dat ook niet meenemen in mijn beoordeling. Dan blijft het over, de klachten waren de problemen. De problemen werden opgelost met handhaving. De klachten zullen in mijn opinie gewoon blijven. En die zullen we ook moeten blijven handhaven. Dus ik snap überhaupt de hele discussie niet. Aan de overkant, de heer Raamakers, gemeentebelangen zijn net, nou ja, en er is een alternatief. Dus waar hebben we het nu al over? Wat mij betreft, als er een alternatief is en die is goed voor de ondernemers, dan zal dat is wat een ondernemer doet, hè? Een ondernemer beoordeelt zijn risico en die gaat kijken als het veiliger is en het is interessant, zoals u beoordeelt. Ik weet niet of zij dat ook zo beoordelen, maar zo beoordeelt u het. Dan zullen ze die keuze maken. Geef ze dan die mogelijkheid, maar sla ze niet andere mogelijkheden uit handen en maak de keuze niet voor ze. Ik zou zeggen, laat die verordening dus gewoon staan. Want wat is nou het probleem wat we ermee oplossen? En als mensen daar twijfel over hebben, wees dan verstandig en zeg dan, laten we het er nog eens een keer over hebben en laten we het dan uitstellen. Ja, ik weet niet zo goed wat ik er anders nog aan toe moet voegen, maar ik hoop dat ik helder en duidelijk mijn mening heb kunnen verwoorden. Dank u wel. Het zal ongetwijfeld het geval zijn. Mevrouw Schiphol, CDA. Dank u wel, voorzitter, en dank u wel voor de reacties op mijn vragen en verzoeken. Teleurstellend, wij zien ook inderdaad niet dat er een probleem wordt opgelost. Het probleem is handhaven, en handhaven moet je doen. De burgemeester heeft aangegeven dat dat een toezegging is. Dat zal in de oude situatie met de oude beleidsregels zo zijn, en met de nieuwe beleidsregels ook. En daarmee hebben we een probleem voor de Dalser chauffeurs gecreëerd. En daarom hebben wij binnen de fractie gezegd, dat is geen oplossing. En daarmee zeggen wij, we stemmen niet in met het intrekken van de oude beleidsregels. Dan heeft iedereen zijn inbreng geleverd, denk ik. En ik denk dat de conclusie dan ook mag zijn dat ik het in stemming mag brengen dadelijk, gehoord hebben alle fracties, dat een meerderheid dat vindt. Ik herhaal de toezegging die ik gedaan heb, en naar u allemaal. Dat is ook mijn portefeuille, dat namelijk op het punt van handhaving er echt een plan gemaakt wordt. Daar zal ik u ook over informeren. Dat wordt even een erekwestie, zou ik bijna willen zeggen. Dat is het eerste. Tweede, de Raamaker heeft gevraagd om opnieuw een gesprek te gaan met betrokkenen. Wat ik u, nou moet ik oppassen met wat ik toezeg, want dat wordt voor mij makkelijker, zeg maar. De collega die dat dan moet doen, die zit ver weg. Maar ik zit me eerlijk gezegd af te vragen of, kijk ook even naar wethouder Agricola, misschien, want eigenlijk gaat het hier niet om een verkeersproblematiek, maar gaat het om, zeg maar, het faciliteren van ondernemers voor het vinden van een oplossing voor hun parkeerproblematiek. Dat is iets anders, dat is niet eens per se verkeer. Ik zeg u toe dat ik daar met Ruud van Leeuwen en wethouder Agricola over ga praten, over wat daar het beste kan zijn. Want misschien is juist contact met de ondernemers op het industrieterrein wel veel logischer dan dat ik daar een wethouder verkeer die vraag doe. Dus kijk even, dus we gaan het oppakken. Ik zeg alleen maar niet toe dat wethouder van Leeuwen dat doet. Misschien is het wel veel logischer dat wethouder Agricola dat doet. Zonder dat ik u onnodig wil belasten, hoor. Maar anders belast ik van Leeuwen, dus dat is ook niet goed. Meneer Raamaker, ja. Ja, ik denk dat het goed is dat u het gesprek weer op gang brengt. Zowel het college als de bezwaarmakers die dus een vaste vestiging hebben op het industrieterrein. En zeg maar de vrachtwagenchauffeurs die een bedrijf hebben hier in Dalsen. Gaan we kijken of we daar een intermediair functie kunnen vervullen. Wethouder Agricola? Nou, voorzitter, dat die handschoen ga ik oppakken. Ik heb contacten met het bestuur van de ICD. En ik ga met de ICD in overleg en om te kijken of er een oplossing is voor deze mensen. Mag mensen ik daar nog plekken op reageren, voorzitter? Ja, maar doet u het wel heel kort, want ik wou echt... Heel kort, niet alleen de ICD, maar ook de betrokken
ontheffinghouders. Nee, maar dus, dat is waar het hier over gaat. Ja, maar dat hoor ik je niet zeggen. Mevrouw Schiphols, het is natuurlijk vanzelfsprekend. Ja. Van als ik met ondernemers spreek, dat natuurlijk de mensen hierachter zeer zeker bij betrokken worden. Want ik wil niet over mensen spreken, ik wil met mensen spreken. En ook zeer zeker de mensen die hierachter zitten, want het gaat hun aan. Dus we pakken het serieus op. Heel fijn, dank u wel voor deze beantwoording. Ik zou graag een datum daarbij horen. We pakken dit gewoon op, mevrouw Schiphols. Die datum krijgt u niet. Voorzitter, nog een kleine aanvulling. Ik heb net gesproken hier over de industrietrein in Dallassen, maar ik probeer het wat breder te trekken, dus ook de andere kennenden even in meenemen. Maar ik ga even terug, want u gaat niet via mij, wethouder Agricola, nu verantwoordelijk maken voor het vinden van oplossingen voor iedereen. Dat gaan we niet doen. Wat we toegezegd hebben is dat wethouder Agricola gaat kijken, daar waar mogelijk, om binnen het bestaande, de intermediair functie tussen eigenaren van industrieterreinen en mogelijke behoeften bij parkeerders. Dat gaat hij doen. We gaan de man niet gek maken met het oplossen van een onoplosbaar probleem. Voor de goede orde, voorzitter, wil ik nog gaan toevoegen dat we nog een paar jaar de tijd hebben. Want het gaat in 2018 of eind 2018 pas in. Het gaat pas in 2019 in. Ja, mag ik het in stemming brengen? Kijk even rond. Beleidsregels, parkeren grote voertuigen. Het voorstel is om de beleidsnotitie parkeren grote voertuigen juli 2002 in te trekken en twee kennis te nemen van de beleidsregels parkeren van grote voertuigen. Wie is daar voor? Kijk even rond. Dat is de fractie van de Partij van de Arbeid, van D66, van de ChristenUnie en van de Gemeentebelangen. En daartegen zijn de fracties van het CDA en van de VVD. En daarmee is het punt aangenomen. En dan stel ik u in de gelegenheid, want ik kan me voorstellen dat u denkt, nou heb ik er wel genoeg van. Dan stel ik u in de gelegenheid om de zaal te verlaten. Dus ik schors even de vergadering voor 2 minuten. Dan ga ik nu naar agenda punt 6a, motie vreemd aan de orde van de dag. En meneer Rooijakkers, u gaat ons meenemen. Dank u wel, voorzitter. Ik weet niet of dat de griffier iets kan tonen, maar misschien dat het wel leuk is om mijn mooie hoofd ook nog even erin te laten, maar dat is al weg. We hebben een motie ingediend omdat wij vinden dat er problemen gaan komen bij de afwikkeling van het verkeer vanuit Dallassen richting het oosten, richting Ommen, richting ook Hogeveen, richting Twente. Mag ik u heel even kort onderbreken? Daarna geef ik u weer het woord. Dat is een misverstand hier in de Raad en ik weet het ook pas sinds kort. Maar op het moment dat dit in beeld komt, is dat voor de mensen thuis niet in beeld. Dat is ook een van de redenen waarom we het voorlezen. Ik zeg u dat ook omdat u nog steeds in beeld bent, samen met mij nu. Dan weet u dat. Ik zou bijna willen zeggen, gewoon netjes blijven. Dus dan, we realiseren ons dat vaak niet. We denken, nee. Dit is in beeld, zal ook thuis in beeld zijn. Dat is niet zo. Oké. Maar die afwikkeling van het verkeer zien wij als problematisch als de plannen van de provincie worden gerealiseerd. Dat is namelijk het afsluiten van de Welsemerweg-aansluiting op de Hessenweg. En met name zien we dit als problematisch ook voor het fietsverkeer. Omdat de provincie tot nu toe steeds heeft gezegd dat ze de parallelwegen niet zullen verbreden. En dat dat niet in het basispakket zit. En niet verbrede parallelwegen geeft heel veel verkeer van allerlei allooi, inclusief fietsers. En we zijn daar een grote tegenstander van. Dus we hebben hier een paar suggesties gedaan. Niet alleen de N340, maar ook de N377. Om met fietsstroken bij de N377 en nog wat andere maatregelen deze zowel voor fietsers veilige route te bevorderen als voor de afwikkeling van het verkeer vanuit Dallassen en met name ook de nieuw te bouwen wijk Oosterdallassen. Een logischer afwikkeling van het verkeer te hebben dan door allerlei wegen richting Koesteeg en Rondweg. Daar horen we ook veel problemen over, met name dat het steeds moeilijker wordt voor schoolgaande jeugd om die over te steken. En vandaar ons voorstel. Daar wil ik het graag even bij laten. Zal ik de motie maar even heel snel voorlezen, ook voor de mensen thuis dan weer. En dan moet de griffier me dadelijk even helpen met hem door te scrollen. Gelezen, gehoord, het Statenvoorstel N340 N73.
enzovoort. Ze overwegen het dat het beperken van het aantal op- en afritten zal leiden tot intensiever verkeer. Er geen maatregelen worden overwogen, geen maatregelen worden overwogen voor veiliger fietsverkeer. Er vooralsnog geen uitzicht is om een drastische verbreding van de parallelwegen. En het wenselijk is om voor de afwikkeling van het verkeer richting Ommen, met name het bestaande en nieuwe woonwerken ten oosten van de Koersteeg rondweg, een goede ontsluiting te hebben. En dat het niet wenselijk is dat dit verkeer een weg zoekt langs de Ministersteeg, de Stokte en vergelijkbare wegen, spreekt uit. Dat het gewenst is op verschillende trajecten optisch herkenbare fietssuggestiestroken aan te brengen. Het gewenst is om ook voor de veiligheid van de fietsers een verbinding aan te leggen met en over de Ministersteeg. Daarvoor de Ministersteeg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. En het gewenst is dat het kruispunt Welsummerweg met de N340 handbaar blijft, tenminste voor het verkeer tussen Dalfsen en richting Ommen. En verzoekt het college zelfstandig de gevraagde maatregelen te nemen voor de Ministersteeg en overige maatregelen bij de provincie te bepleiten en te verzoeken eventuele kosten hiervoor in de provinciale begroting te doen opnemen. Dank u wel. Dat is de motie. U ziet mij nu enigszins wanhopig in beeld. En dat komt omdat het weer een onderwerp is wat wethouder Van Leeuwen raakt. Ik weet niet precies hoe u het klaar krijgt met elkaar, maar ik heb ook een buitengewoon respect voor de portefeuille van de man. Ik dacht altijd dat het een makkie was, maar ik kom daarop terug. Oké. Ik vind het nogal een motie, laat ik het zo zeggen. Ik maak even een rondje fracties. Meneer Raamaker, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, de Welsummerweg om die afvoer van dat verkeer richting de Hessenweg op een ordelijke manier af te voeren, dat heeft onze sympathie wel. We hebben gisteren deze motie gekregen, of zaterdag, ik weet niet meer precies. Dus de tijd is erg kort. We hebben sympathie voor het gebeuren van de Welsummerweg. En ook de ministersteer die u noemt, daar zijn ook wat gevaren. Alleen in fractieverband willen we dit toch nog eens in nader bespreken. En misschien is het wat om met die motie op een ander moment nog eens weer langs te komen. En dat we er dan ook als raad zeg maar, nog even over kunnen spreken om een motie naar voren te brengen die raadsbreed de steun krijgt. Want richting provincie is dat denk ik ook handig dat als raad zeg maar, iedereen hetzelfde over diezelfde motie denkt en dat die raadsbreed gesteund wordt. Dus ik hoop dat u nog even kunt wachten. Kijk even naar anderen. Meneer Uitslag, CDA. Voorzitter, het zal afhankelijk zijn wanneer het in de Staten besproken wordt. Hè, want deze motie doen we niet voor onszelf. Maar voor een belangrijk deel juist richting Provinciale Staten. Dus de suggestie van de heer Raamaker zou ik kunnen ondersteunen als dat aan de orde is. Dus ik hoor het graag van u. En anders moeten we zomaar even schorsen. Dan hebben we, hè, zijn we bij elkaar. Dus dan hebben we allemaal een fractiemogelijkheid om te overleggen. Maar toch even een ophelderende vraag aan de indiener van deze motie vreemd aan de orde van de dag. En dat is dat er lijkt een contradictie in te zitten. Er wordt gevraagd om de veiligheid van het fietsverkeer te vergroten. Hè, om de Ministersteeg af te sluiten voor het overige verkeer. Dus daar een fietsverbinding van te maken. Daarbij de Welsummerweg als kruispunt open te houden. Waarmee dus de verkeersdruk op de Welsummerweg niet zal afnemen, maar eerder zal toenemen. En dan juist die fietsers die over de Ministersteeg naar Oud-Leuzen gaan, moeten eerst een stuk over de Welsummerweg. Waar dus een gevaarlijke situatie gaat ontstaan. Dus hij oogt, we gaan een aantal oplossingen creëren om de veiligheid van de fietser te verbeteren. Terwijl die via de achterdeur de veiligheid van de fietser juist in gevaar brengt. Nou, dat vind ik een spannende in deze. En daarmee vind ik het ook wel gevaarlijk om op basis van kleine onderdeeltjes een heel groot plan aan te gaan passen. Hetzelfde heb ik met de brief die van het college naar de Staten gestuurd is, of naar de provincie gestuurd is, waarin gepleit wordt om farsen aan te gaan pakken, terwijl dat misschien wel eens enorme impact zou kunnen hebben op de ruimte die voor de N377 overblijft. We moeten het totaalpakket bekijken en nu is daar toch weer een onderdeeltje uitgepikt. Ik weet niet of het verstandig is. Gevoel zegt van niet. Maar ik vind het dus wat te snel om nu met een aantal deeloplossingen te gaan komen terwijl het totaalplaatje niet goed kunnen doorgronden. Dat voor eerst. En ik wacht het antwoord van de voorzitter even af voor wat betreft de timing.
ChristenUnie, meneer Nijkamp. Dank u wel, voorzitter. Een paar opmerkingen hierover. De overwegingen die hier verwoord staan, daar herkennen we veel van. Dus we snappen ook zeker de zorg die hierachter zit. Vervolgens wordt er wel vrij snel doorgeschakeld naar een hele concrete oplossing. Terwijl we misschien toch even wat meer nog de context erbij moeten betrekken. Want neem bijvoorbeeld de ontsluiting van Oosterdalfsen. Daar is in het verleden ook bij de planontwikkeling al wel eens over gesproken. Daar kwam zowel de Welsumerweg, maar ook de ontsluiting naar de Koesteeg ter sprake. En dat is allemaal nog niet één op één duidelijk hoe dat gaat lopen. Bovendien zit er ook een soort tweedeling in. Aan de ene kant een oproep aan de provincie. Aan de andere kant een mogelijke maatregel die we als gemeente zelf zouden kunnen nemen. Maar die lijken op dit moment nog wat prematuur. Zeker als je dat toch in een wat grotere context zou willen bekijken. In die zin zouden we zeggen, van, nou, misschien moeten we ook even wachten totdat helder is wat de provincie nou daadwerkelijk heeft besloten. Want ook die op- en afrit zeg maar, van de Welsumerweg is nog wel even een discussiepunt van wat we daarmee willen. Willen we die open houden, ja of nee? En om dat aan de hand van een motie te besluiten, want zo staat het hier dan, dat is ons iets te kort door de bocht. Ander nog? Partij van de Arbeid? Ja, ik moet ook zeggen dat de strekking van de motie, die onderschrijf ik eigenlijk wel helemaal. Ik ben het eens met de gedachte dat we op deze onderwerpen in ieder geval eens even goed moeten kijken of we daar niet wat helderheid kunnen forceren, noem ik het maar even. Dus dat vind ik ook wel de charme van de motie, dat het concreet is en ook precies aangeeft van nou, daar moeten we wat gaan doen of daar moeten we de provincie aanspreken. Dat vind ik wel het charmante ervan. De andere kant is natuurlijk ja, dat het maar een onderdeel is van een groter geheel. En je nooit helemaal precies weet wat daarvan de effecten dan zullen zijn op dat grotere geheel. Dus ik vind daarmee het voorstel van gemeentebelang eigenlijk wel prima om even op een iets later moment, zodat we er allemaal goed naar hebben kunnen kijken en nog eens een keer opnieuw over doorpraten. Want nogmaals, de strekking, daar ben ik het wel helemaal mee eens. Meneer Schuring, VVD. Ja, voorzitter. Bij dat laatste sluit ik me aan. Ik hoop overigens dat het qua timing dan ook inderdaad kan, wat net al even benoemd werd met betrekking tot behandeling in de provincie. Ik heb er ook geen zicht op. Een van de dingetjes waar ik een beetje tegenaan zat te hekelen is aan de ene kant het sympathieke gedeelte om de ministersteeg voor de fietsers te bestemmen. Maar op het moment dat je hem voor de auto's afsluit, dan moeten de auto's ergens langs. En ja, waar moeten die dan langs? Nou ja, die moeten dan dus over de Koesteeg, zoals het bedoeld was. De Welsumerweg, mits die open blijft. En ik denk dat veel mensen daarvoor zullen zijn. En ik kan mijn sympathie daar ook aan opbrengen. Maar op het moment als die dan afgesloten wordt, wat dan? Dan moeten al die auto's over de Koesteeg. En net in de toelichting begrijp ik daar juist uit dat dat ook weer niet echt de bedoeling is. Dus ik vond hem ook wel nog wat lastig lezen. Ik denk dat het goed is om daar met z'n allen nog eens eventjes over te brainstormen. Voordat ik het woord geef aan de heer Rooijakkers, met snel mobiel verkeer kom ik tot de conclusie dat we hier echt een ambtelijk advies nodig hebben voordat we daar iets zinnigs over kunnen zeggen. De opmerking van de heer Uitslag over timing is natuurlijk relevant, maar ook als het nodig is om heel snel te acteren, dan kunnen we nog niet iets stoms zeggen. Dus dan moeten we nog altijd wat de consequenties zijn, moeten we gewoon doorzien. Wij doorzien dat nu niet. Dus het college zegt niet verkeerd of goed. Het college zegt alleen maar gun ons de tijd om daar gewoon even iets verstandigs over te zeggen. Dus wij zouden graag het voorstel van de heer Raamaker willen volgen. En wij stijgen apart toe naar de heer Uitslag dat we het punt van timing zullen inbrengen. Alhoewel ik u nu al zeg dat ook een paar weken later nog, zeker het deel van onze eigen inzet kan ook nog, dat kan altijd nog, laat ik het zo zeggen. Keuzes om dingen zelf te doen, dat kan altijd nog. Maar liever iets niet doen, nu even dan iets helemaal verkeerds doen. Zeg ik dat goed? Dan hoef ik daarvoor geen schorsing te vragen. Dus het voorstel is dan eigenlijk, wat het college zegt, wij gaan uw motie, de inhoud van uw motie, welwillend onderzoeken en komen met een ambtelijk advies richting de raad op dat punt. Het indienen van die motie kan dat ook ondersteunen. We zijn het eens met het voorstel. Ik wil alleen nog even heel kort reageren op de opvatting van de heer Schuring over de onduidelijkheid. Want het is dan namelijk niet de bedoeling om het verkeer via de Koesteeg af te wikkelen. Maar het verkeer gaat dan toch richting Hessenweg, zeg maar. En zal dan parallelweg nemen naar de stoplichten Oud-Leuzen.
Alleen heb je daar langs die parallelweg dan niet meer de fietsers. En dat is dan de reden om in elk geval dan de ministersteeg af te sluiten. Maar ik begrijp dat het voor mensen die de situatie niet zo erg goed kennen lastig is. Dus ik ben het helemaal mee eens dat we ook ambtelijk advies vragen en dat we straks ook de echte wethouder hierover aan het woord laten, meneer Noten. Maar ik wil nog één dingetje. Dat is, u hebt in uw voorlezing, en daar hebben de mensen thuis en hebben het niet kunnen zien, maar steeds over overgeslagen dat het ook over fietsstroken voor de N377 gaat en dergelijke. Om te vermijden dat het alleen maar over de Hessenweg zou gaan, maar het gaat ook over de N377. Hij komt morgen op rust, kan iedereen het nalezen. En ik vat het altijd een beetje samen, dat is waar. Ook om het verteerbaar te maken voor de mensen thuis. Meneer Nijkamp. Ik zie toch even nog een aanleiding van deze motie, want er wordt in ieder geval ook verwezen inderdaad naar de N377. Over een halve maand of zo is de behandeling van het stuk in de Provinciale Staten. Overweegt het college om op dat punt, of misschien meerdere punten, het Dalfse belang nog een keer expliciet voor het voetlicht te brengen? Na maandag geef ik u daar uitsluitsel over. Want die vraag stel ik dan aan Van Leeuwen. Ga ik nu niet doen. Ik snap de vraag, maar ik ga het persoonlijk in ieder geval niet doen, laat ik het zo zeggen. Dus dat moet dan de wethouder doen. Volgens mij is de conclusie aanhouden tot de volgende vergadering. De consequenties van de timing moeten we even apart duiden. Dat doen we zo snel mogelijk. Het ambtelijk advies over de inhoudelijkheid. Het ambtelijk advies over de inhoudelijkheid, dat heeft waarschijnlijk iets meer tijd nodig. Is dat akkoord? Kijk even zo rond. Ja? Dan heb ik dat punt ook afgehandeld. En dan kom ik bij de overige agendapunten. Vaststelling besluitenlijst 14 december, openbare lijst. En de besloten lijst. En als het gaat om de besloten lijst, en u wilt daar inhoudelijk over spreken, dan moeten we dat in een besloten vergadering, dat weet u. Mag ik de besluitenlijsten vaststellen, alle twee? Ik kijk rond, ja, met algemene stemmen, vastgesteld. Ingekomen stukken en mededelingen. Het gaat hier om twee lijsten, één openbare lijst van ingekomen stukken en mededelingen, en een lijst met vertrouwelijke mededelingen. En weer hetzelfde. Als u over de vertrouwelijke wilt spreken, dan moet dat in een vertrouwelijke vergadering. Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk opmerkingen bij drie mededelingen. Het eerste puntje is het toekomst WMO-vervoer. Dat staat hier bij de mededelingen. Gelukkig staat het ook op de agenda van de commissievergadering van februari. Daar ben ik echt blij mee, want het is een heel belangrijk onderwerp. Dus dat is mooi. Het tweede puntje is over het pilotproject Formulierenbrigade. Op zich een heel mooi project. Onze opmerking gaat over de evaluatie waarover wordt gesproken. En we hebben twee punten waarvan we het heel belangrijk vinden dat ze meegenomen worden in de evaluatie. Het eerste punt zijn de formulieren zelf. Zijn die ingewikkeld? Zijn ze makkelijk te vinden en dergelijke? En het tweede punt dat we graag in de evaluatie zien is of de afbakening van taken voldoende duidelijk is. Waar begint het, waar eindigt het invullen van simpele formulieren en waar begint de hulpverlening? Die twee punten zouden we graag meegenomen willen zien in de evaluatie. Wethouder Van Machtels. Ik meen dat u drie punten had, maar ja, ik heb nog een punt hoor, maar dat is een Is die ook voor wethouder Van Machtels? Ja. Dan doet u die maar gelijk erbij, ja. Alsjeblieft. Het derde puntje gaat over het punt voortzetting overeenkomst de schuldhulpverlening 2016 en de evaluatie. Het gaat hier om een wijziging van beleid, wijziging en evaluatie van beleid. En dit is de eerste evaluatie sinds het beleid in gang is gezet. En onze fractie stelt voor om dit onderwerp op de agenda van de eerst mogelijke commissievergadering te zetten. En we hebben hier twee redenen voor. Zoals ik al gezegd, het is de eerste evaluatie van nieuw beleid. En het is wel belangrijk om te weten of dit beleid nou het effect heeft wat we met z'n allen wilden. En de tweede reden is dat het om een heel belangrijk onderwerp gaat, wat ook regelmatig terugkomt, namelijk armoede, financiële problemen, schulden, schuldhulpverlening. En we vinden het een te groot onderwerp om zomaar de evaluatie via DRIS af te handelen. Dat waren mijn drie punten, voorzitter. Dat derde punt, nog een keer. Wat vindt u te groot? Wat zou u dan liever willen? Welk punt bedoelt u? Schuldhulpverlening, evaluatie, afhandelen. Graag op een commissievergadering, zodat we erover kunnen spreken met de wethouder. Goed, helder. Wethouder. Ja, het laatste punt, op zich heb ik er geen enkel probleem mee. Want ik bedoel, we hebben het aangeboden, we hebben het op de RIS gezet. En u heeft altijd het recht om dat naar voren te brengen, om dat te bespreken. En waarom ook niet, daarvoor is een evaluatie bedoeld. En het andere punt, de WMO-doelgroepenvervoer, hebben we het ook volgende week maandag over.
Dat was al een toezegging van mij dat ik daar in december daar met een voorstel zou komen. Dat is iets later geworden. Desalniettemin belangrijk om volgende week te bespreken. En u gaf twee punten aan over de formulierenbrigade. Om daar bij de evaluatie rekening te houden met twee punten. Ik zie dat als een gratis advies. Dus gaan we doen. Ik moet even formele opmerking maken. Uiteraard dat de agendacommissie gaat over de agenda. Maar gezien uw vraag en de welwillendheid van de wethouder geef ik het een grote kans. Anderen nog? Nou, ik wou mevrouw Lasje ondersteunen, maar dan vanuit mijn rol als raadslid. Dan geef ik u een hele grote kans. Hele grote kans. Ja. Maar ik heb nog een vraag over de ingekomen stukken. Graag. En er staat een brief van de diaconie Brugkerk, Leemleveld. En daarin staan signalen benoemd. En mijn vraag is, heeft u al gesproken daarmee en kunnen we daarvan een terugkoppeling, mag schriftelijk, want het lijkt me beter, van u tegemoet zien? Wethouder van Martens. Die terugkoppeling kan ik nu ook al geven, want inderdaad, we hebben gesproken met een bestuurslid van de diaconie, Leemleveld. Het signaal is ernstig genoeg, dus meteen actie ondernomen om ermee in gesprek te gaan. Wel even daarna op pad gegaan om te kijken van wat is nou precies de achterliggende oorzaak van de problemen die zijn gesignaleerd in Leemleveld. Toen kwamen we toch erachter dat bij één bepaalde zorgaanbieder iedere keer de moeilijkheden optraden. En dat had toch met te maken waarop de wijze waarop het gesprek werd gevoerd met de cliënten als het ging om het bepalen van de huishoudelijke hulp aantal uren per week. En die zorgaanbieder hebben we echt een stevig gesprek mee gehad. Om te zeggen van dat we van tevoren afspraken hebben gemaakt hoe de gesprekken gevoerd zouden moeten worden. Dus met betrekking met familie erbij, met mantelzorg erbij. En met een heel duidelijke communicatie, niet even tussen de hulp en de afwas door. Om even zo'n gesprek aan te gaan van hoe gaan we het aantal uren bepalen. Die gesprekken zijn gewoon op een bepaalde manier niet goed verlopen. Dus die zorgaanbieder weet nu heel duidelijk van Dat die afspraken die we met hen hebben gemaakt natuurlijk niet zomaar gemaakt waren in het halverwege 2015. En dat we ook van hen verwachten dat ze hun leven nu sterk gaan verbeteren. Die toezegging hebben we gekregen. We hebben ook gezegd van dat ze de gesprekken die uitgelopen zijn op een teleurstelling waarvan we in ieder geval van de cliënt hebben gehoord dat ze ontevreden waren. Dat ze opnieuw die gesprekken moeten voeren en dan op de juiste manier. Dus om uw vraag heel kort en bondig te beantwoorden, we hebben direct maatregelen genomen om te kijken van waar zit de verbetering en hopelijk vindt die nu ook plaats. Dank u wel voor de beantwoording en ik hoop dat u het volgt. Anderen nog? Ik heb nog een paar vragen. Ja, Frank. De eerste gaat over hetzelfde punt waar mevrouw Schippers ook al even op kwam. Mooi om te horen dat u daar zo voortvarend in gesprek bent gegaan om die problematiek te tackelen. En we hebben nog een evaluatie te gaan van de huishoudelijke hulp in het eerste kwartaal van dit jaar. Dus we zouden toch ook wel ervoor willen pleiten om eens te kijken of de signalen die hier zijn afgegeven, of die niet ook wat toch breder moeten worden bezien. Dan hebben we nog een vraag over het punt wat als mededeling staat, toekomst WMO-vervoer. We zouden dat graag in een wat breder perspectief willen zien. Het kan niet helemaal los worden gezien van de andere vervoerstromen, zeker niet van het huidige openbaar vervoer. En we moeten voorkomen dat de toekomstige vervoerstromen elkaar gaan beconcurreren. Want dit is ook een onderwerp wat belangrijk is in het kader van onze millenniumdoelstellingen, de CO2-uitstoot. Het is een onderwerp wat we niet uit het oog moeten verliezen. En het moet dus in het duurzaamheidsbeleid ook een plek krijgen. En de vraag is even of er al een datum bekend is voor de werkconferentie die we op dat punt zouden organiseren. Oké, dank u wel. Ik moet even strikt formeel. Het staat gewoon de volgende maand op de agenda. En dat willen we ook wel zo houden. Want anders moeten we het gaan uitstellen. En dan stellen we ook de besluitvorming uit. Ja. En de agendacommissie heeft het daar opgeplaatst. Dat was al vrij uitzonderlijk. Dus dat moet je niet aanhouden. De tweede vraag die u stelt is wanneer is die duurzaamheids conferentie. En die vraag moet ik denk ik aan wethouder Agricola stellen. Want uit mijn hoofd weet ik dat ook niet. De duurzaamheidsconferentie. Een datum. Voor wanneer is die voorzien? Hebben we er al een datum voor? In die zin, ik zit
denk zaterdag in Lemerenveld en daar neem ik zaken in ontvangst. Nee, ik denk... Ik kan ook naar de agenda-commissie kijken, volgens mij hebben we nog niet gepland, of wel? Er is toen toegezegd, eerste kwartaal van 2016 zullen we een terugkoppeling, zeker bijeenkomst hebben met leden van de raad, aangaande dus van wat zullen onze duurzaamheidsambities zijn. We praten nu nog over CO2-reductie, CO2-neutraal. CO2 zegt mensen te weinig. Hoe moeten we dat aan de vark steken? Okay. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels door de afdeling op gang gezet. Meneer Wildfank, zodra de agendacommissie de datum bepaald heeft, laat ze die u weten. Meneer Van Machtels, het andere punt van meneer Wildfank. Ja, daar kan ik kort over zijn. Ik bedoel, volgende week wordt het besproken en ik zie het meer als een schot voor de boeg wat u gaf over de WMO-doelgroepen vervoer. Dus dat wordt, krijgt dan volle aandacht. En evaluatie eerste helft van dit jaar, dan heeft u dat beter op het netvlies staan dan ik over de huishoudelijke hulp wanneer die evaluatie plaatsvindt. Ik weet dat die plaatsvindt, alleen ik weet niet of er toegezegd is dat dat al in het eerste kwartaal zou zijn, maar het komt eraan, dat sowieso. Voldoende? Ik kijk nog even rond. Meneer Lochtenberg, CDA. Dank u voorzitter. Er staat bij de mededeling een uitwerking van de brainstorm Zorg Wonen. Dat is een geschreven advies van enkele ambtenaren aan het college. De conclusies daaruit die zijn super interessant. Sowieso is het zo'n brainstorm en het onderzoek is super interessant. Past helemaal in de ontwikkeling van de woonvisie die wij voor ogen hebben. Mijn vraag is, hoe wordt de raad hier verder in meegenomen? Want hier wordt bijvoorbeeld een conclusie in een advies in punt nummer 1 meegenomen. Dat de nieuwe zorg, nieuwe vormen van wonen en zorg moeten passen bij de lokale behoeften. Nou, dat is dan maar zeer de vraag. Dus daar wil ik als namens vanuit onze fractie in ieder geval wel met de raad, met het college over in discussie. Dus de vraag is even de status van dit stuk en hoe komt dit terug naar ons? Oké. En u mag er ook met de raad over in discussie, hoor. Dat hoeft niet per se met het college alleen. Wie moet ik nou aanspreken? Wethouder Van Machtels, wethouder Agricola. Wie van u tweeën wilt hier iets over zeggen? Maurits gaat, gaat over de zorg en ik ga over het wonen. Maar alle revenante onderwerpen die met wonen te maken hebben, komen in de concept woonvisie terug. En er is voldoende gelegenheid om met de behandeling van die woonvisie, om daar ook dit soort zaken in discussies mee te nemen. En dan heeft de heer Lochtenberg al een voortrap gegeven, zou ik maar zeggen. Wethouder Van Machtels, zo is het. Vestering wilt horen, die kunt u krijgen, ja, inderdaad. Zo is het. Oké, dan was dat het antwoord, meneer Lochtenberg. Komt terug bij de behandeling van de woonvisie. Ik kijk rond. Heb ik alles gehad? Ja? Dan sluit ik ook agenda punt 8 af. Ik heb een mededeling. En dan kom ik bij agenda punt 9. En dat is schorsing voor het besloten gedeelte. Want we hebben nog een klein besloten vervolg. Een paar minuten schorsing. Want de audio moet worden uitgezet. En u moet inderdaad de zaal verlaten. En we moeten zorgen dat de mensen thuis ons niet meer kunnen volgen. Dus ik dank u voor uw aanwezigheid. En ik schors de vergadering voor een vijftal minuten.